een bos. Het is een beetje zoeken hoe ik goed in beeld kom, want ik heb zo geen klepje mogen doen. Dus ik film dus eigenlijk, ik zie mijn eigen niet in beeld. Dat is nog wel een beetje zoeken, daar heb ik niet op gelet toen ik hem aankocht. Maar het is wat het is. En ja, we gaan nu de konijnenbak uitkuisen, het is ook al nodig. Het was vorige, het was maandag ook al nodig, maar het was te warm. En nu is het eigenlijk afgekoeld. Dus hier zie je dan, de konijnenbak. Daar zit het konijn. Dus het zwembad zou op principe ook weg kunnen gaan, want het is toch kapot. Waar die plakkers zijn, is het lucht er helemaal uit. Dus op dat vlak is ook heel veel materiaal die weg kan, maar dat is nog niet gekomen. Dus we gaan eerst de kattenbak doen, konijnenbak, dan de kattenbak doen. En dan is het helemaal ja, klaar. Dus, maar het is wel een mooie bakje eigenlijk voor Muffin. Ook vaak zit ze hieronder. Dus je ziet ook waarom dat je de konijnenbak moet uitkuisen om de zoveel tijd, mensen. Kijk, dat is wat ik bedoel. Dus er komen wat maten in van de vliegjes, dus de kleine kindjes en van de vlieg. En daarom dat je die af en toe moet uitkuisen, zo snel mogelijk. Dus dat gaan we nu doen en dan is dat weer helemaal proper. Ik ben nog aan het kijken of ik zo'n handvat er kon onderzetten. Ik heb er zo in een huis, maar ik weet dat momenteel niet zijn. Maar moest ik hem vinden, dan ga ik dat zeker proberen, want dat is wel makkelijk om te filmen. Want nu moet ik er zo heel ver houden en dat is soms gek op straat. Dus, maar we gaan hier eerst beginnen. Zo, wij lopen hier nu over de straat. We gaan richting het park waar we gisteren geweest zijn. Maar ik wil wel eens kijken eigenlijk hoe dat die wereldbol eruit ziet. En ook vooral, wat is dat mysterieus ding? Er moeten 3 dingen staan en ik heb er maar 2 gezien. Dus ik ben eigenlijk wel eens benieuwd wat is het derde ding. En nu dat het zo donker is, denk ik wel dat dat wel mooi moet zijn. Ik heb zo een paar foto's gezien en zo, dus ik denk wel dat dat wel knapper moet zijn. En omdat ik dacht van, kom, de konijnenbak is toch wel aan het drogen, laten we gewoon gaan kijken. En dan weten we ook hoe het eruit ziet, dus dat zijn we nu eigenlijk van plan. Dus let's go, zou ik zeggen, om te gaan kijken. Het is ook niet zo druk. Maar ik heb mezelf een petje opgezet omdat ik nogal rap opvang met haren. We zien het wel. Of dat we mensen tegenkomen die ons kennen. Het is wel al zwaar afgekoeld, vind ik. Ik vind wel dat de temperatuur wel beter zijn dan net. Dus ze zijn het al meteen herkend. Maar ik denk dat als je mij ziet, kom gerust een foto vragen. Dat vind ik echt totaal geen probleem. Ik ben een beetje aan het zoeken. Ik ben al een beetje gekeken voor een handvat voor het ontzetten. Ik heb er normaal één leeg gezet, maar ik heb hem nog altijd niet gevonden. Dus ik weet niet waar het hier naartoe is. Dus ik ga straks nog eens gaan kijken of ik hem vind. Want het is natuurlijk wel gemakkelijk om ondertussen nu natuurlijk een beetje te zoeken. Straks een leed dat ik natuurlijk nog een camera vast heb gehad, uiteraard. Maar ja, we zien het wel. De lucht is echt mooi. Precies of het is mooi is. De kleur van de lucht. Zo eigenlijk 3 kleuren of 4 kleuren tegelijkertijd, dat is echt wel knap. Dus, ja. We zijn ook aan het sparen nu voor een GoPro, want binnenkort ja, heb je die ook al nodig. Natuurlijk voor het water en zo dingen, allemaal om te filmen, Plopsaland en zo dingen. Maar daar zijn we nog voor aan het sparen, dus ik ben blij dat ik deze toch heb kunnen bemachtigen. Super blij mee eigenlijk en ook heel trots. Dus ja, kunnen we eindelijk weer alles vastleggen wat ik ga doen. Dus daar ben ik al heel blij mee. Ook nieuwe mensen, gaat ook nieuwe mensen in de vlog zien binnenkort. Dus dat is ook wel heel leuk. Alles is een beetje anders dan anders. Dus niets meer hetzelfde. Nu kom ik eigenlijk het liefste buiten, omdat het dan echt zo rustig is. En dat je het ook minder prikkels. Ik heb trouwens ook een video gemaakt over waar ik uitleg hoe het is om autisme te hebben. Die had ik eigenlijk voor TikTok gemaakt, maar ik ga die ook gewoon plaatsen hier op mijn kanaal. Waar jullie kunnen zien wat er precies eigenlijk allemaal in mijn hoofd ronduit gaat. En ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten. We gaan nu een beetje doorwandelen en we zien elkaar zo in het park. We zijn bijna richting het park. We zijn er bijna.
zitten nu aan het ziekenhuis. Het is toch wel wat vermoeiend, om eerlijk te zijn. Een minuut eigenlijk wat dat derde ding is, want daar weet ik niet. Ik stond ook niet op het internet, vind ik altijd heel spannend, want het is dan donker. Maar dus ik ga wel mijn flits moeten gebruiken, denk ik, van de belichtje van mijn gsm. We zien het wel, maar je merkt ook wel dat mensen u meer en meer herkennen, ondanks ja, beroemd worden over de bols of spaghetti. Dus dat is altijd een hit trouwens op internet. Hè. Dat is, ondanks dat ik opnieuw geboren ben, kent toch iedereen mij van die spaghetti. Dat is niet normaal. Kort is het weer gaan werken op school. Dat is ook weer een nieuwe uitdaging. Ik kijk eigenlijk wel meer uit nu momenteel naar de vakantie. Want ook de eerste keer dat ik dat helemaal alleen ga doen. Meestal ga ik op kamp met mijn vrienden. Maar nu heb ik niemand die mij kan ondersteunen. Je moet het zelf invullen de dag. Dus dat vind ik wel spannend. Om te doen. Maar daarom niet minder leuk natuurlijk. En dat is ook wel leuk om te zien hoe iemand met een autisme daarmee omgaat. Dus ik ben wel benieuwd. We zijn bijna in het park. Mijn hand doet pijn om nu te draaien. De camera is wel iets zwaarder dan die andere. Dat wel. Kijk, we zijn nu in deze straat. Donker. En hier moeten we zijn. Voor het park. Daar zie je het park al wat verder. En daar moeten we doorgaan. Dus spannend. Zo, we zijn aangekomen in het park. Ik hoor heel veel muziek momenteel. Hoor je dat ook? Allemaal. Wow. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het was speciaal. Het geluid komt vandaar. We zien ook echt niks, hè. Je weet wat is er te zien aan die kant. We gaan eerst naar die wereldbol wandelen. Kijk, dat is de lucht hoe de lucht er nu uitziet. Ik vind het wel spannend. Ik weet niet of jullie mij nu nog zien, maar ik hoop van wel. Anders gebruik ik straks wel even een lichtje of zo van de gsm. Maar wij lopen nu hier waar het podium staat. En we zien. Dit is wat je ziet als het donker is. Hier hebben we zo dat Walburgkasteel, cafeetje. Dat is hier heel knap gedaan. Ik vind het echt wauw. Ik kan er uren naar kijken. Dat is echt prachtig. Dus wij staan hier nu midden in het park. Daar zijn we er net geweest voor de wereldbol. We gaan nu naar de derde
en wat er moeten drie dingen staan. Dus ik ben niet benieuwd waarschijnlijk achter die dingen waar we net geweest zijn. Allee, waar we gisteren waren. Dus ik ga daar eens kijken. Ja, ik sta hier. Ik kan niet zo heel veel wandelen, want anders zien jullie mij niet. Dus ik volg ook niet heel veel momenteel. Maar het is wel heel leuk om hier te zijn. Het is wel mooi gedaan met die blauwe lichtjes. Kijk, echt hoe het moet zijn eigenlijk. Ik vind het echt prachtig. Dus ja, we zijn eens benieuwd. Dus we gaan eens gaan kijken en hopelijk kan het weer overtreffen. Leuke video, zeg het daar boven, geniet, abonneer en morgen zijn we weer.